Kom je weer eens in de meerwaarde te hebben? Ja, ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. zeker. Volgens mij uh, heb je eigenlijk nog wel een beetje een groen hart. Ja, ja dat uh, durf ik wel toe te geven. Dat klopt. Het is uh, leuk om hier uh, binnen te komen en uh, de jongens weer te zien. Het is ook niet lang geleden dat ik met ze gewerkt heb. En uh, uh, er blijft wel een band. Ja, dat voel ik. Ja. Er kwam een uh, vraag uh, van het publiek: Waarom heb je een, nu een foute kersttrui aan? <laughs> uh, zo had ik het zelf nog niet gezien. En uh, ik denk dat ik daar maar even geen commentaar op moet geven. Dat ze zeiden: wanneer moet je je kerstraan doen en wanneer moet je, je S6 aan doen? Uh, S6 trui heb ik niet meer, dus daar zou ik met Guido even over moeten praten. Um, en uh, tot die tijd moet ik deze aan. <laughs> hey, uh, en volgend jaar. Want uh, volgens mij gaat Joris weg, hè? Ja, dat klopt. Joris gaat weg. Uh, ik heb ook aangegeven dat ik ook weg ga uh, bij uh, Orion. Kom je naar ons? Uh, ik, ga, ik heb ervoor gekozen om niet uh, een vast onderdeel van een staf te zijn komend jaar. Ik heb uh, zelf uh, met mijn vriendin uh, plannen om uh, een huis te gaan verbouwen waar we heel erg veel zin in hebben. Maar dat kost wel heel erg veel tijd naast een fulltime baan. En uh, assistent trainer van Paul Boshuis aan Dames 2? Uh, <laughs> uh, iedereen mag me bellen, dat vind ik altijd heel erg leuk. Uh, ik ben ook al gebeld, dat is echt heel gaaf. Um, maar ik uh, ga geen vaste uh, staf worden van, een, van, van welke ploeg dan ook. Nee, snap ik. Nee, je hoeft dat natuurlijk ook helemaal niet te doen. Ik zet je een beetje voor het blok hier. Maar uh, leuk om je weer te zien hier. En uh, jullie gaan nu door voor de beker. Morgen tegen Lycurgus, toch? Ja, morgen Lycurgus, zeker. En uh, dat is altijd spannend en uh, het ligt heel erg dicht bij elkaar. En uh, de vorm van de dag: uh, ja, we gaan uh, nu uh, zoveel mogelijk rust pakken. De jongens zijn gelijk naar huis gestuurd. En uh, uh, volle bak uh, vol gas geven en uh, op onze tenen lopen en kijken hoe het eindigt. En ik denk een revanche, hè, tegen Lycurgus? Ja, daar zit altijd een revanche gevoel bij. De laatste keer uh, uh, hebben we gewonnen, maar uh, we hebben toch iets goed te maken, zo voel ik het in ieder geval zeker. En ik denk dat dat ook voor de jongens geldt, voor onze jongens. Dus. Uh, Laat ze maar komen. Nou, heel veel succes. Uh, ook succes verder in de competitie. Maar daar hebben jullie volgens mij niet zo heel veel aandeel meer in. Nee, nee, de competitie is klaar. Nee, dat klopt. Um, uh, daar zijn we klaar mee. Dus het uh, is alleen nog dit weekend de beker. Dat is alles wat we nog hebben. Dus daar gaan we vol voor. Nou, veel succes. En uh, hopelijk winnen jullie hem dan. Want uh, ja, groen hart uh, winnen we, willen we toch liever laten winnen. Dankjewel. We gaan ons best doen.